is wat ik hou van Dennis. Hij houdt zich altijd aan de beloftes. Is er altijd wanneer je hem nodig hebt. Hey Dennis. Vind je het goed dat ik vlog? Ja, tuurlijk. Wat ik tof vind aan Dennis, is als hij iets belooft, komt hij het ook na. Maar even terug op het verhaaltje net. Dat is wat ik hou van Dennis, is hij staat er altijd klaar voor je als je hem iets vraagt. Als hem uitkomt, als er niemand dood is gegaan, dan staat hij meestal wel voor de deur om je te helpen. Dus thanks voor al die jaren, Dennis. Geen probleem, man. Jij ook. Sowieso. Dat noemen we echte liefde, hè? Liefde. Altijd liefde. Alles in zit. Dank. Dan hebben we alle gitaren in worden gebruikt. Roep maar. Ja. Zo. Stuk. Dit is dus de plek waar ik bijna, wat is het, ruim 3 jaar heb gezeten. 3 jaar? Nee toch. September 2012 we speelden in Kool. Dus daar waren we juni, juli hier. 2014. Lijkt het niet, maar het is wel een sentimenteel momentje voor mij. Laatste take 5. Ga je het missen, man? Ja, ik geniet hoor. Maar... het is allemaal uit liefde, joh. Ja. Heb je ook superfoods? Ik zeg, het is gewoon zo. Hebben jullie ook eten? Ja, tosti en kaas. Ja, ik heb Heb je ook, en dat is zo'n onmogelijk ingrediënt. Quinoa en rijst met kip. Ik zeg, jullie zitten bij een café, een bruin café. Oh, verdomd. Nou, dat was dus het einde. Ik sluit mijn kantoor af. Het is het einde van het complex. Alhoewel het best wel altijd een gore bende is. Complex, ik ga jullie missen. Vandaag is de dag van onze laatste optreden. Dus... ik haal nu cheering op. Dat is voor jullie informatie is dat een van mijn beste vrienden. En Wyatt komt er ook. En als het goed is komt Brandon ook. Maar dat weet ik niet zeker. Maar Wyatt komt ook. Dat zijn de 2 beste maten. En ik ben benieuwd wat de dag brengt. En al mijn lieve collega's van de brillenwinkel. Die komt allemaal ook. Dus ik ben toch min of meer een beetje ontroerd. Maar weet je wat? Fuck it. Ik ga niet meer zo dramatisch meer doen. Omdat, weet je. Het is een deprimerende vlog genoeg, maar we gaan er wat leuks van maken. Ik denk dat we nog wat leuks gaan meemaken in het filmpje. Veer ervan om op de vlog te komen. Laatste vlog G-Sword Draft. Yo! Hi! Oh, yes. Hey, en trouwens, de vlog die binnenkort komt, hè? Oh, sorry. Laatste voorbereidingen voor de grote show, jongens. Hey Joep. Kijk. En blijft gewoon open. Ja, dankjewel. Nou, succes! Hoi, hoi. Oh shit! Nou, dit is onze kleedkamer. Hoe nice is dat? Sexy man, dat is fucking ik mannelijk. Sexy. Doe vrouwelijk. Dat is zo, ik heb hem. Wat is dat? Oh. Ah, kijk deze boys. Ja, lekker, lekker. Dat was vaker gezegd in de vlog, maar hier is het waar het ooit was begonnen. De G-Sword Draft, zo ongeveer 2 jaar terug in die zaal, maar we gaan hier al linksaf. Dus het begint hier al. Het einde. Oké, okay, nummer 2 vocaal. Dus we zijn nu aan het soundcheck, jongens. Ik mag eigenlijk te veel geluid maken. Zingen, lees wat zingen. Er was eens. Nee, je mag wel even een nummertje met z'n allen. Klein stukje.
Weet je wie we heel lang niet meer in de vlog hebben gezien? Mijn broner. Zo erg. Hebben jullie Dave Vision? Oh, sorry. Oh, Dave Vision. Ja, nee. Ik denk, jij gaat lekker met Prins knuffelen, maar dat gebeurt niet. Spelen. Kijk die lengteverschil, jongens. Dit is toch waardevol. Lieve terug. Geen belief. Allebei de armen. Lieve. Ja. Dan ga ik huilen. Jongens, dit is officieel de laatste optreden van Jesus Draft. Althans, mijn laatste optreden van Jesus Draft in deze formatie. Het heeft me heel veel moeite gekost om dit te zeggen. Althans, ja, ik heb hier zoveel takes over gedaan. We zijn met elkaar uitgekomen dat ik stop met de band. In verband met prioriteit stellen van andere dingen. En ik heb moeilijke gesprekken gehad. Eén voor één allemaal met elke bandlid. Weet je wat tof is van Dave? Hij heeft zoveel inzet. En alles wat hij doet is hij zo zo determined. Determined in het Engels. Ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Maar hij is zo determined in alles wat hij doet. En dat is het vette van Dave. Sirion, ja, ze zeggen. Ik heb van Erik, de vader van Dave. Zeggen ze dat de zanger en de drummer een speciale band met elkaar hebben. Ik heb wel een speciale band met Sirion. Dennis, ja, en Dennis. Zoals ik al zei, Dennis is een jongen die heel betrouwbaar is. Als je hem nodig hebt, dan staat hij voor je deur. Dan vraag je hem om een ritje te doen, heen en terug. Geen probleem, hij doet het al. Dennis is een goede jongen. Ik ga hem missen. En Joep. Ja, Joep is een vriend van ons die sinds kort in de band is gekomen als tweede gitarist. Is een persoon die goed kan regelen. Dus als hij iets wil doen voor de band, dan sleept hij de band er echt doorheen. Ik heb het meegemaakt. Alhoewel is het soms tegen mijn eigen agenda in. Maar we hebben het tot zover hebben het gered. En Joep. Gozer, en ik ga jou ook missen. Ik wil graag alle volgers van Jesus with Draft bedanken voor het volgen, het liken en alles erop en eraan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Abonneer als je nog niet geabonneerd hebt en geef dit filmpje een duimpje omhoog voor meerdere vlogs in de toekomst. Dat is in februari. Ik ga het nog niet zeggen, maar het is leuk. Het is niet zo'n een deprimerende vlog zoals het nu is. Bij deze is mijn laatste Jesus with Giraffe vlog. En ik sluit het af. Yeah!